Yes, 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 dames en heren, daar zijn we weer met de Sneakerplaats Show. Ik heb er zin in, het is bijna weekend. Ik ben Ben, de host van de Sneakerplaats Show. We gaan drie hele mooie releases bespreken van de Nike Air Max 1. En ik ga jullie meenemen in deze mooie video. Nike komt met drie verschillende uitvoeringen van de Air Max 1. Ons persoonlijke favoriet, zoals jullie misschien al weten. En dit zijn ze. Om te beginnen komt Nike met de Air Max 1 Tree Line, de Air Max 1 Safari 2022, oftewel de 3.0, en de Nike Air Max 1 Light Matter Root. Van de Tree Line en de Safari 3.0 zijn de release datums nog niet helemaal bekend, maar wel van de Light Matter Root. De Light Matter Root komt 1 mei uit, gelukkig dit jaar al, en de rest volgt hopelijk zo snel mogelijk erachteraan. Ik heb hier de Nike Air Max 1 Tree Line voor me. Ze zien er heel tof uit. Het materiaal gebruikt valt me wel meteen op. Je hebt een licht roze swoosh wat eigenlijk heel goed meegaat met het groene hierin. Eigenlijk zit er een beetje bronsgoud in verwerkt. En je zou er niet heel snel bij nadenken om deze colorway te kiezen. Maar Nike heeft het wel geniaal bedacht. En ik zie het me wel zelf dragen, deze colorway. En misschien uit de drie colorways vind ik deze wel het tofste. In ieder geval persoonlijk voor mij. Misschien is het voor jou weer anders. Als je eigenlijk het bovenaanzicht van de Nike Air Max 1 Treeline kijkt, dan zie je hele mooie insoles. Eigenlijk geeft het een beetje zo'n soort van Asian Oosterse vibe. Bij de tong heb je dus weer dat lichtroze terugkomen, wat je ook op de swoosh ziet. Het is niet te storend, het is niet te kleurrijk. Gaan we door naar de Nike Air Max 1 Safari 2022. Dus eigenlijk de 3.0. Hier zie je ook weer op de midsole het patroontje terugkomen wat de Nike Air Max 1 Safari 1.0 en de 2.0 ook heeft. En wat ook direct opvalt is de hak waar de grote swoosh terugkomt. Hier hebben ze gekozen voor een lichtblauwe swoosh in dezelfde stof als de Treeline. Ze hebben gekozen voor gouden details met een beetje bruin, beige-achtig. En op zich combineert het wel goed. Het is persoonlijk niet mijn favoriet. Ik vind sowieso de 1.0 veel toffer. Maar ik vind de 3.0 wel toffer als de 2.0. De 2.0 had een rare toebox met een soort van haren erop. En nou ja, dat trekte mij niet echt helemaal. Okay. De midsole loopt een beetje recht toe en het ziet er een beetje apart uit. Ik weet niet of het aan deze uitvoering ligt. Of dat het daadwerkelijk ook zo wordt overgebracht met de daadwerkelijke uitvoering van de Safari 3.0. Maar ik vind het een beetje gek eruit zien. Lelijk is hij niet, maar hij is ook niet perfect. Dan gaan we door met de laatste uitvoering. De Nike Air Max 1 Light Matter Root. Hier zie je hele andere kleurtoepassingen. Een beetje dat mosgroene met een soort van zalmroze. En lichtblauw. Ook persoonlijk zou ik deze misschien niet zo snel dragen. Want ik vind de Treeline toch een stuk toffer dan de rest van de drie. Maar dat is... dat is persoonlijk, dat is mijn smaak. En dat zegt natuurlijk niks. De achterkant zit een beige-achtige Nike swoosh met Air Max eronder. Er is gebruik gemaakt van ook wel toffe materialen. De swoosh is ook gewoon van hetzelfde materiaal als de Safari 3.0 en de Treeline. Nogmaals, hele toffe materialen, maar de kleuren zijn een beetje wennen. Deze komt om 1 mei uit. En ik denk dat de Safari 3.0... en de Treeline niet veel later daarna uitkomen. Als ik deze drie uitvoeringen van de Nike Air Max 1 een cijfer moest geven, dan stond op de derde plek helaas de Light Matter Wood, die dus 1 mei uitkomt. Nogmaals, dit is persoonlijk. Ik zou het zelf misschien net 6,5 geven. Daarna komt voor mij de Safari 3.0. Ik vind hem zeker niet zo tof als de 1.0. Dat is natuurlijk ook best wel moeilijk, want dat vind ik ook een van de dikste colorways die ooit is uitgebracht. Maar het is een beetje matchen met je outfit. Maar prima schoen. Ik geef hem 7. En dan komen de Treelines. Mijn favoriete colorway. Ja, ze hebben hier echt wel nagedacht over de kleuren. Het kleurgebruik. Alles wat bij elkaar past. Je zou niet heel snel bij nadenken om roze bij groen en bruin te doen. Als ik het zo zeg, dan zou je denken van... nou, dat is niet zo'n toffe sneaker. Maar bij de Treeline hebben ze het heel goed gedaan. En ik zou zeggen... een 7,5 tot een kleine 8. Ben je er niet mee eens? Dat kan natuurlijk, want het is een persoonlijke beoordeling.
wat zou jij deze sneakers geven? Zet het onder in de comments. En dan zijn we wel benieuwd wat jij de tofste uitvoering vindt. Er staat weer een gloednieuw interview online op sneakerplaats.com. Dit keer met Sneaker Rob. Als je het hele interview wilt checken, check dan de link in de beschrijving. En zoals gewoonlijk gaan we het weer hebben over de Album of the Week. En dit keer is dat... Weer een lekker album om lekker het weekend in te knallen. Voor nu, slaap lekker en een fijn weekend.